Robotica, de rijdende robot. De rijdende robot. De rijdende robot die kan draaien en keren, net zoals die van ons. Zijn baas draaien, een halve cirkel draaien, een hele cirkel. Hij kan een baan volgen, hij kan de baan volgen, plekken vinden, doorgaan, iets ophalen enzovoorts. Wat gaan we daarvoor gebruiken? We gaan daarvoor gebruiken Mindstorms. Mindstorms vind je hier bij EV3 Classroom. Daar drukken we op. Dan komt Mindstorms tevoorschijn. Wat heb je nog meer nodig? Uiteraard een robot. Mindstorms staat op en je komt op dat moment in het beginscherm terecht. Vanuit het beginscherm kun je hier van alle handzaken zien. Hierboven zie je ook nog een heel rijtje. Je oude programma's zie je hier en we gaan naar lesplannen. Daar drukken we op en dan gaan we naar de robottrainer. En in de robottrainer gaan we dan, hebben we hier weer een aantal onderdelen. Wij gaan beginnen met bewegen en draaien. Je drukt op start en op dat moment zie je je programmeervenster. We moeten de robot nog wel even verbinden. Daar gaat hij. We verbinden hem. Ik had deze robot tevoorschijn. Nou, je hoort een piepje al. En hij is verbonden. Dat kun je altijd controleren hier bovenaan. Het tweede wat je ziet zijn hier de programmeerblokken. Ze hebben een heleboel programmeerblokken weggehaald. Want die hebben we in het begin nog niet nodig, maar die kun je altijd later terughalen als je hier met alle codeblokken wilt pakken. Dus als je daar op drukt, dan krijg je alle codeblokken te zien. Kijk maar, en dan naar beneden halen, dan zie je alle codeblokken die we hebben. En voor het eerste project hebben we gewoon minder codeblokken nodig. Dat is een stuk overzichtelijker, dan krijg je deze dus. Dan gaan we naar de andere kant van het veld. De rijbasis is bij de fabriek afgeleverd. Lees de stukjes die hierover gaan, want wij gaan namelijk de robot laten draaien en keren. We gaan hem namelijk zelf programmeren. Je leest het stukje, je klikt door. Het bouwen, want dit is dus het bouwen, dat hebben wij al gedaan. En dan klik je nog een keer verder en je ziet dan dat het programma tevoorschijn komt. Trek deze een klein beetje omhoog. En je ziet hier ook een filmpje, het stukje van het filmpje. Dat kun je dus afspelen en dat filmpje gaat over dit programma, het eerste en het tweede programma. En die twee programma's zijn op dat moment ook nog aan te zetten. Je moet ze namelijk eerst op de robot zetten en daarna aanzetten. En dat doe je in dit geval met de, dat staat hier in deze menu'tjes, met een rechterknop en hierboven met een linkerknop. Hoe zet ik hem nou op de robot? Dat doe ik met de play-knop. En je hoort al in de achtergrond dat de robot hem ontvangen heeft. En op dat moment ga je op de robot zelf kijken. En je gaat de robot... Het programma staat er nu op. En wat ga je nu doen? Nu ga je de robot de programma laten afspelen. Goed, en dan ook het andere programma. Heb je dat gedaan, dan ga je kijken of je het programma ook begrijpt. Welk stukje is hij nou per keer aan het doen? Heb je dat helemaal begrepen, dan ga je naar de volgende. Nu is het namelijk jouw beurt, nou moet je namelijk wat gaan programmeren. Je kunt dus nu blokken hier gaan tussenplaatsen. Dus dan neem je een blok hier tevoorschijn, deze pak je bijvoorbeeld, en die plaats je dan op dat moment hier erbij. Je kan hem er zo bij plaatsen en dan op dat moment zeggen, oké, waar wil ik heen? Nee, ik wil niet rechtdoor, ik wil namelijk dat hij een beetje gaat draaien. Dus dan heb ik een combinatie van het onderste programma en het bovenste programma en dat ga ik dan hier met rotaties of graden of seconden doen. Het laatste stukje kan ik er dan bijvoorbeeld weer afhalen, ja, op deze manier. En dan is dit deel van het programma
doet niet meer mee met dit stukje van het programma. Dus als ik nu het programma ga laden, kan ik hem dus daarna weer laten spelen. Wil ik dit stukje dan toch weer erbij hebben? Nou, dan plaats ik hem er gewoon weer onder erbij en hij zit er weer bij aan vast. Oké, wat is nu de opdracht? Wat is de opdracht? De opdracht is het volgende. Het is de uitdaging. Maak een rijbasis met 84 centimeter. Oftewel, hij moet 84 centimeter gaan rijden. De vervolgvraag is uiteraard, laat hem door jouw hele veld heen rijden zoals jij hem geprogrammeerd hebt. Succes ermee! Gaat lukken!